weer op de kermis. Ja. Het kon natuurlijk ook niet anders. Zoveel kermisvlogs gedaan dit jaar. En ja, ik had best wel wat commentaar gekregen over dat mensen dachten dat we een kermisvlogkanaal zouden gaan worden. Of ja, natuurlijk niemand zit te wachten op die kermissen. Maar toch zijn er mensen die kijken naar de kermisvlogs hier. Ja. Drie. Ja, drie. Dus voor alle drie de mensen die kijken, hey, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Kevrij. Het is de enige echt natuurlijk. We zijn dus hier in Weert, Tino. Ja, dat zijn we weer. We zijn weer Weert. We zijn hier op de laatste dag dat de kermis in Weert hier is. Nou, dat was dus als jullie dit kijken gisteren of eergisteren. Want we zijn weer helemaal bij met de video's. Mocht even duren, de computer doet het weer. Dus de vlogs kunnen weer geëdit worden. Dus we zijn weer lekker actief bezig. Zeer binnenkort, over een paar dagen, begint het Halloween seizoen. En dan komen er weer allemaal Halloween video's. En dit is dus de laatste kermisvlog van 2022 alweer. Maar Halloween moet nog komen. Halloween moet nog komen. Maar je bent op een place hier. Ja, dat klopt. Ben ik een beetje goed? Ja, ja? Een beetje eng, ja. Ja, heel eng, hè? Ja, dat dacht ik wel. We zijn hier dus bij The Toxic, mijn favoriete attractie van natuurlijk de Nederlandse kermis. Toxic staat hier in Weert, dus daar ben ik al super blij mee. Vorig jaar waren we hier dus ook in Weert, ook op de laatste dag wat we al zeiden. En toen was het echt armoe. Ik vond het vorig jaar echt armoe, gewoon de kermis. Maar wel een van de beste ritjes in de Toxic gehad. Weet je wat nog? Oh ja, het was na één ritje meteen misselijk. Ja, het was godsmisselijk. Stromende regen zaten wij in de Toxic. Maar wel mooi, dat er waren wat er waren. Maar goed, de kermis in Weert is dus weer helemaal als van ouds. Het is weer helemaal hoe het hoort te zijn. Hè? Corona is natuurlijk voorbij. En heel de kermis staat weer gewoon opgesteld zoals die altijd was. En hier is dat dus de Toxic. Nou, zullen we maar gelijk een ritje maken dan? Oké, let's go. Oké, komt ie. Ja, wat had je nou verteld, Gino? Ja. Iets gehoord over de energieprijzen en de gasprijzen. Ik zag op Twitter voorbij komen dat al die attracties pas gingen draaien als er mensen in zaten. Ja, gasprijzen omhoog en zo. Ja. Wij draaien gewoon leeg. Rusland die weet het al te rekenen. Dus die kermisattracties die draaien natuurlijk niet voor niks. Dus zo'n ritje met heel weinig mensen erin kost heel veel geld. Maar ze vragen hier maar 3 euro. Dus maar 3 euro voor een... Het ritje kost meer dan dat het nou oplevert. Dat is oprecht zo. Dat is oprecht. Maar Weert is, staat bekend om een van de goedkoopste kermissen. 3 euro is natuurlijk niks. We zijn wel op de goedkoopste kermis geweest. Hè? Welke kermis zijn we niet geweest, Gino? Welke kermis zijn we geweest? Best. Oh ja. Best, ja, ik vind het wel best. Ja. Dat was de goedkoopste kermis. Nou, het ritje is weer voorbij. Wij gaan erin. Ga je mee? Nee. Nou, Toxic heb ook de eerste prijs gewonnen van grootste publiekprijs. Weer 2022. Maar het is natuurlijk ook een toppetje, Gino. Ja. We hebben, ja. Joppie, hè. Nou, Gino, daar zitten we dan in de Toxic. Nou, ik hoop niet dat ik toch sick word. Ah, toch niet. Ben ik te dik? Oeh! Oh ja! Oh ja! Oh, ik vind hem nou al leuk. Nu al misselijk. Ja. Oh, ik vind het zo leuk, hè. Toxic, daar zijn we dan. In de Toxic. Ah, dat is niet Toxic. Ik vind nu al niet meer wat links en rechts is. Nee. Oh. Weet je nog wel waar we zijn, Gino? Best was een trap. Ja, we zijn een best.
thema van alle hoeken bekeken. Wat een tol. Hij heeft thema van alle hoeken bekeken. Ik ga stuk. Gino zegt ineens, ik heb die HEMA van alle hoeken bekeken. Oh, we gaan heen. Oh. Oh, we gaan dood. Machine, stop! Oh, ik ga helemaal stuk hier. En hoe voel je het, Gino? Ja, stop je op je, hè? Hij weet niet meer wat links en rechts is. Nou, hoor ik voor en achteruit, toch? Ja. Hé, hey, Gino? Ja. Stitch. Ik lees gewoon bij je klokken. Ja. Onvoorspelbaar. Ja, nee, maar deze keer was het niet Stitch. Wat dan? Nee, het was ook niet Poe. Het was de panda. Toch Stitch, ja. Ja, toch Stitch. Ja. Kut zo. Helemaal grap verpest. Gino. Stitch, die wat jou niet ziet en de kleur is rood. Ik ken die naam niet. Ik ook niet. Een rode Stitch. Ja, rode Stitch. Hoe weet je dat nou? Hoe heet die rode Stitch? Ik weet het niet. Zullen we Jipko bellen? Gaan we vragen hoe die rode Stitch heet? Hey Gino. Hey. Zullen we nog een spelletje spelen? Nee. Oh. Het was Poe, Gino. Oh. Het was Poe. Daar is die Poe. Hey, hold on, niet eens. Ik zie wat jij... Nee, dat klopt. Gino. Ja. Ik moet naar de wc. Maar het is alleen gratis voor mijn McDonald's gasten. Dan zal ik een friet zoals aan mijn gast. Ja. Happy meal, mate. Of een lekkere Big Mac. Pas wel weer bij, hè? Ja. Happy Meal met boekje. Oh. Jongens, ik probeer Jipke te bereiken. Maar ze neemt niet op. Gino, ik weet hoe poppetje heet. Rode Stitch. Rode Stitch. Ik heb Jipke geappt. Ze neemt alleen niet op. Leroy heet hij. Gino, hij heet Leroy. Ik vind het niet leuk. Vind je niet leuk? Geen Leroy? Nee, we gaan voor Stitch. Gino, daar zijn we weer. Kermis FM! Kermis FM! Wat is dit hier? Weert FM! Nou, het wordt steeds gekker. Waar is Alain? Ja, waar is Alain? Die is nog steeds zijn handschoenen aan het zoeken, denk ik. Is het live? Dat is nog niet zo makkelijk, hè? Zeg je niet als deur. Oh, het heeft... Gino, heb je ooit zo'n grote gezien? Nee. Nee? Nee. Ik ook niet. Moet je kijken wat een grote Stitch. Thank you.
Nou, weet je dat nog? In Best? De Airborne. Oh ja. Ik ga er nooit meer in. Ik heb doodsangst in dit ding. Ik voelde me zo onveilig. A few moments later. Ik wil eruit. Gino, waarom deden we dit ook alweer? Ja, weet niet, man. Ik heb er nu alweer spijt van, hè? Ja. Blijf echt zo hangen. Nee, we doen het weer. Ik ga me weer vasthouden. Kijk, daar stond er vorig jaar geparkeerd. Doe maar starten alsjeblieft, want ik vind het verschrikkelijk. Dus nou moeten ze eerst wachten tot er wat mensen ingaan. Dit doet 15 minuten. Ja, want die stroomprijzen, hè. Ja. Ze hangen hier nu heel de dag, hè. Ja. Daar wil niemand in, hè. Nee, dat snap ik. Nou, toch weer doen, hè. Toch weer doen. Zitten we weer, Tino. Toch weer gedaan, hè. Waarom doen we dit eigenlijk? Jij wou doen. Oh nee, ik wou erin. Jij wou er dit keer in. Dit keer heb jij mij gedwongen om mee te... Ik dwing hem altijd overal mee in te gaan. En dan toch elke keer doen, hè. Toch doen. En nu is het andersom. Nu word ik gedwongen hierin te gaan. Terwijl ik heb vorige keer een Best gezworen. Ik ga nooit meer in de Airborne. Als hij net zo raar gaat schudden als vorige keer, dan word ik helemaal gek. Tino, je weet toch wel die orkaan Ian in Amerika? Ja. Ik denk dat hij nu hier is. Het waait zo hard. Oh, ja. Dat ding schudt heen en weer. Jullie zien het op beeld denk ik niet, maar het schudt echt zo koulo hard op en neer. Hallo? Stroom is gratis. Start maar. Ah, hij begint echt. Nou, ze hebben me gehoord. Oh, daar gaan we. Waarom gaan we achteruit? Ik had liever... Hoor je dat? Dat klonk echt niet goed hoor. Lekker, vape. Rook je dat? Ja. Ik rook citronen. Oh, heel dat ding valt echt uit elkaar hoor. Voel je dat? Hoor je dat? Oh. Hoor al die geluiden van dat ding. Ja. Ah. Oh shit, even. Ik heb er nou alweer zoveel spijt van. Dit ding, Tino. Het waait ook zo hard. Het waait echt. Ja, ik zei toch, Storm Ian is hier. Hè? Hoor dan. Ik raak het aan alle kanten. Oh. Nou, nu. Oh. Ja. Nu mogen we uitstappen, toch, hoop ik. Mensen, ik kan niet meer lopen. Ik kan niet meer lopen. Kun je nog lopen, Tino? Jouw haar? Jouw haar! Ik ga er alle kanten op. Nee, het staat echt heel erg. Ik ga stuk.
Oh ja. Mooi. Dat is mooi, hè? Nou ja, het scheelt. Ik heb niks meer over van haar. Dus bij mij kan er niks meer fout gaan. Nou, alles is al fout gegaan. Waar is het misgegaan in mijn leven? Waarom zijn we hierin gegaan? Niemand weet. Het waaide zo hard. En ik vond hem zo eng weer. Hij ging wissel raar schudden zoals hij hem best ook deed. Ik vind het helemaal niks, die Airborne. Ik zweer het. Nou goed, hè? Kermis FM! Kermis FM! Yeah! Kermis FM! Chido! Ik zie wat jij niet ziet. Voel. Nee. Leroy. Nee, ook niet. Ook niet. Wat dan? Het is Angel! Oh. Hey Chino. Hey. Wat heb jij nou weer? Ja, ik heb een citroenijs. Heb jij citroenijs? Ja. Waar dan? Citroenen! Hey Chino. Ja? Hij lijkt een beetje op Erwin. Hij is op zoek naar Jari. Maar misschien... zonnebril op. Ja. Maar misschien moet hij even zonnebril afzetten, want anders ziet hij niks. De zon schijnt niet eens. Dus tot... Oké, let's go! Allerlekkerste lekkers hier. Hey, come on. Dit moet je voelen. Simply the best, come on. Ik doe het zelf maar zingen, anders krijgen we weer copyright. Ja hoor. Oh, wat had hij ook. Oh, ik ben hier echt al heel lang niet in geweest. Nee, echt hè? Oh, wat is hier leuk. En stop je mee, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ik dacht je filmt dit gas. Nee, gasapparaat. Oh, gasapparaat, waar is die? Elektriciteitsbond, ik denk je gaat hier een grap maken over de elektriciteitsprijzen, maar. Ja, nou, maak even een grap over de elektriciteitsprijzen. Nee, hier is de rekening wel. Nou jongens, Weert staat er altijd onbekend dat ze van die unieke attracties hebben uit het buitenland. En meestal staat hij dan hier opgesteld. Maar ja, daar staat dit jaar de Snowjet. Hebben jullie niet de, hoe heet dat ding, Ghost Rider nog gedaan? Was dan hier? Ja, dat was hier. Die stond hier altijd, Ghost Rider. Maar dit jaar staat Snowjet er.
Nou. Nou. Gaan we niet in. Gaan we niet in. Nou jongens, ze hebben hier in Weert hebben ze speciaal een stichting opgezet, of hoe noem je dat, een winkel geopend. Speciaal voor de reuzenpanda. Oh ja, ze hebben gewoon een eigen winkel gemaakt voor de reuzenpanda. Nou, hier kun je gewoon allemaal binnen, weet ik niet, een reuzenpanda kopen, huren voor een jaartje. Kost een miljoen per jaar. Koop je. Kijk Gino, speciaal een attractie voor jou. Dat die willen. Hallo. Ja, je hebt keuze uit 3, hè? Oh nee, 4 zelfs. 4 vrouw. Net had ik er meer. Hè? Net had ik er meer. Wat dan? Het is helemaal voor mij, jongen. Oh ja. Maar Gino, ja. Ze hebben wel de boot gemist. Oh, ik heb een boot. Echt onze boot. Hè? We hadden precies zo'n boot. Precies zo'n boot hadden wij. Gino, wat vind je er nou van? Ze hebben de boot gemist. Dit nou de grap maar. Ja, maak jij de grap maar. Boeien. Nou mensen, ik kom al 8 jaar op de kermis in Weert. Al 8 jaar lang. En alhoewel, afgelopen jaren was er volgens mij amper kermis in Weert vanwege... Jouw gemiddelde kijker is niet eens 8 jaar. Nee, daarom. Ja. En die weten dat we hier altijd bij deze is niet gesponsord hoor. Kijk, we worden er niet dunner op, denk ik. Ah. Even een pizza puntje halen. Ja, we worden er niet dunner op, want ik heb pizza halen. Ja, lekker hè, die pizza dunner dingen. Ja, ze hadden daar dus geen pinapparaat. Dus ja, geen pizzapunt voor ons. Ze hadden geen pinautomaat. Ja, ik heb nooit contant geld mee. Dus mocht je ooit van plan zijn mij te droven, heb je pech. Want ik heb nooit contant geld mee. En Tino ook niet. Oh, Clone Movies wordt weer herkend. Star Wars, Gino. Ja, ja, daar zijn we in geweest in de kermis van... Welke kermis was dat ook alweer? Ude. Oh ja, Ude. We zijn de kermis Ude geweest. We hebben daar geen vlog op genomen. Wel wat beelden gemaakt in de No Limit en in de Star Wars. Nooit online gekomen. Want ja, van die vlog konden we geen... Ja, geen goede vlog maken, zeg maar. Dus, ik wil nooit van de beelden. Ja, dat wou ik echt net zeggen. Dus 31 december. Ja, hebben we dat nou? 31 december. Op Kev Rides. Nooit getoonde beelden. Ja, speciaal voor alle 3 de kermis kijkers die het kijken. Kijk ook op 31 december. Kijk ook op 31 december, ja. Dan heb ik er toch weer 3 views extra. Ja. Daar doen we het voor. Oké, okay, we gaan door. We moeten door. Kijk eens even hoe mooi het is, nou. Sky is the limit. Ja, zo heet hij, Sky Vision. Leuk voor de Sky. Ja, heel leuk. Hier stond vroeger altijd een rat. Ja, klopt. Vroeger stond hier een rat. Kijk, je zal hier wonen. Hey. Heb je zo'n reuzenrat voor je huis? Ik woon, hey. Chino. Oh, je zal maar langs de lift heel wonen. Oh, inderdaad. Ik weet dat je gek wordt heel de dag. Ja. Nou, we staan bij de Space Jam. Space Jam. Waarschijnlijk krijg je hier een of andere drugs toegediend. En dan ga je hierin. En dan denk je dat je kan vliegen. 10 meter hoog. Want zo hoog is hij. En zelfs dan zou ik het eng vinden, hè. Zo 10 meter hoog heen. Gino, zullen we gaan eten in de Efteling? Ja, goed idee. Ja? Waar ben je naartoe? Naar Smulpaap, denk ik. Smulpaap? Wil je daar de Smulpaap even? Ja, nou, gaan... die friet met zijn thee en zo. Ah, lekker. Ja. Nou, dan gaan we daar naartoe. Smulpaap. Gino, ik denk toch dat ik me bedacht heb. Huh? Ik ga er toch niet in. Was ik sowieso niet van plan. Maar kijk hoe hard die gaat, hé. Dat is toch niet normaal? Hé, kom naar beneden, hé. Ja, kom naar beneden, hé. Nah, nee, dat zou ik echt nooit durven in zo'n ding. Ik ga er ook echt niet in. Hij kost 3,50 euro. Dat is echt heel duur. Toxic is goedkoper, Gino. Ja, gaan we dus daarin. Gaan we nog daar een keertje daarin. Grap is, die gaat nog naar de Toxic. Ja, daarom. Ja. Nou, Gino, staan we dan. Lekker te schuilen onder een boom. Het regent ineens koulo hard. 3 seconden geleden scheen het de volle zon. En nou... Ja, echt hè. Helemaal verblindende zon. En nou staan we hier in de stromende regen. Kijk, je zou er nou maar in zitten, hé.
Kijk hier, de lucht is gewoon blauw. Toch regen, hè? Ja, toch goed, hè? Dat is niet normaal, Gino. Stel, we hadden nu in die zweefmolen gezeten. Jij wil er nog in? Nee, zeker niet. Nee. Ja, mensen, na de regen zijn we eindelijk even een beetje opgedroogd. Nog een keer in de toxic gegaan. En dan kom je ineens een Limburger tegen. Hallo. Hallo. Hoe lekker. Hoe lekker. Dat kunnen die Limburgers wel, hè? Ja, inderdaad wel. Ben je misselijk? Nee. Wel een beetje... mijn lever is weg. Ja, wat is weg? Mijn lever is weg. Je lever? Hij zegt op een gegeven moment mijn lever... Nee, hoe zei je dat nou? Ja, mijn lever zit in mijn keel. Mijn lever zit in mijn keel. Dat is na één ronde al. Ah, oh, wat is die heftig, hou. Wat is die heftig. Nou. Nou, Gino. Het is ongelooflijk. We komen van een regenkermis af. En nou gaan we weg en dan gaat het zonnetje schijnen. Wat ja. Is dat nou weer? Kijk, we zitten echt in een kerk, Gino. Heb je het meegekregen, ja? Ja. 11 september in de kerk. Ja, 11 september is natuurlijk al geweest. Niemand is gekomen naar die kerk, hè? Nee. Nee, niemand was gekomen naar die kerk. Dan zou je denken, we staan geparkeerd in een kerk. Dus dan is hier vast ook wel kerkklanten hebben. Kerkklanten? Kermis! Kermis? Kermis! Godverdomme, ze doven in de kweekje. Die klonk best hard trouwens. Kom, we gaan snel weg. We gaan heel snel weg. Anders worden we denk ik neergeschoten. Ja, dat was alweer de... Echt, ik heb nog nooit een auto gedaan in een parkeergarage. Ook een leuk keertje om te doen. We staan nooit in een parkeergarage. Nee, we staan nooit bij een parkeergarage. Het is zo koulo duur om hier te parkeren natuurlijk. Nou goed, in elk geval bedankt voor het kijken naar deze Kermis Weert vlog. Het was de laatste Kermis vlog. En het was... Het seizoen is weer voorbij, hè? Het zomerseizoen. Dat betekent maar één ding. We gaan naar de Halloween seizoen. Dus de eerstvolgende video zal een Halloween video zijn. En daarna komen er heel veel Halloween video's aan, want we hebben heel veel gepland staan dit jaar. Nou, en we gaan op vakantie. Gaan we al een spoiler geven waar we naartoe gaan. Kleine spoiler. Wat dan? Ja, wat voor spoiler kun je geven? Nou, dit ding moet ons gaan brengen. Dit ding moet ons gaan brengen. We gaan met de auto. Of het goed gaat komen, dat is het tweede. En meer tips gaan we niet geven. Nee. Meer tips gaan we niet geven, want het wordt dan ook voor heel leuk. Jullie gaan heel veel Halloween vlogs kunnen verwachten. En de eerstvolgende video gaat dus over een paar dagen zijn, want we gaan namelijk naar Scare Me. Dat wordt de eerste video die jullie weer gaan zien. Dus gaan we Scare Me, gaan we gezellig Halloween vieren, nu al! Ja, want het is weer Halloween, het is weer oktober. Dus heb je zin in Halloween seizoen? Ja! Ja, Oktoberfest! Oh ja, oh, ja. Die bierkarten. Zou die er zijn, die bierkarten? Nee. Weet ik niet. Oh. Maar in die Duitse park. Die Duitse! We hebben te veel tips gegeven waar we naartoe gaan. Maar goed, in elk geval bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Word even lid van dit kanaal. En volg me even op Instagram. En als je zakelijk contact wil opnemen, dat kan ook. Dat kan allemaal hier beneden in de beschrijving. Niemand wil zakelijk contact opnemen. Ik heb heel veel mailtjes gehad van allemaal Engelse bedrijven. Het is allemaal spam waarschijnlijk. Ja. Yes, we want to sell our clothes. Can you promote our clothes in your videos? Yes. Click on this link. Ja, click on this link. Ik ga niet om linken klikken, want als je mijn link klikt, ik ga niet klikken. Nou. Ja, we hebben mijn link gewonnen, hè? Ja, ik ben weer link geworden, hè? Nou, ik ben weer link geworden, hè? Doei. Tot ziens. Doei.